Helemaal met de filter in je jas. Dit hoort ook een beetje bij, hè, zo bij het overleg. Hebben we hier deze vergadering afgerond? Nou, ik heb zo'n gecontroleerd, allemaal de onvoldoende. Ah. Ja, heel dom. Nee, maar ook nog even gecontroleerd. Gewoon iedereen een 8 juist en dan praten we nergens meer over. 7 was het. Ja, 7. 7. Een eik. Nou, zeker. Nou, ik kijk de film nog een keertje en dan kom ik na de stage op terug. Ik ben net gegaan. Is dit voor een punt? Komt die nou bij? Ik hoop het wel. Volgende maar, dit is voor je morgen. Wat een lompe vraag, echt serieus, ik ben daar een lomp van. Wie doet Marie? Ja, stel Marie de vraag. Ja. Zo, wie anders? Wie anders? Wie anders? Wie anders? Wie anders? Nou, geval, Mark staat alleen maar. Wat ik nog wel even wil meedelen, dat ik erg trots op jullie ben. Dat jullie erg goed samen over... Ja, bedankt, vriend. Hebben we de alle de duimpje, man? Ik vind het echt hartstikke goed. Dan moeten we weer een maand bijkomen, want ik kom niet zo lang van. Oké? Nee, wat ik eigenlijk wil weten is, van hebben jullie nou het gevoel dat je anders bent nu die camera de tijd heeft gedraaid? Ja. Dat je denkt dat je daar meer rekening mee had? Als ik dat niet ben, de camera probeert te ontwijken. Nee, ik denk dat een legitieme vraag is, want als ik er nou niet zou staan met die camera, zou het dan anders gaan, denk je? Ja. Ik heb het niet. Ik denk dat iets terug. Hij hoeft nou je vinger niet meer op. Op en ik kraken dan meestal mensen af, gewoon zo stiekem. Dan met de camera wil ik niet meer. Ik wou toen net ook rond de aankomen. Maar de betekenis is, daar weet ik ook niet, maar... Maar ja, men weer aan het lachen. Op zich is het helemaal niet verkeerd dat de camera erbij is en dat drone erbij is. Je moet je gewoon voorstellen. Na deze periode staat de solliciteren centraal. Dan moet je op een gegeven moment ook weer. Dan gaan we ook solliciteren mee doen, voor wat ik heb opgenomen. Daar krijg je toch sowieso wel een beetje spanning erbij. Dat heb je bij een sollicitatiegesprek. Je moet een eigen maken. Dus het is een goede oefening voor jezelf. Dus ik vind het helemaal niet verkeerd dat we dit gewoon zo doen. Een beetje spanning erbij en een beetje ingehouden bent. Spanning is sensatie. Een rondbak ambiance. Ja, als we dan zo'n ambilight hebben, dan wat voor kleur dat wil ik even. Maar ik zet er rekening alles op schrijven en dan... Mens, ik zou het alleen even... Pak iemand even een spin, hè, want... ik weet niet meer. Ik had een warmte voor jou. Ja, weet ik. Wij hebben een duur. Hey, moeder. Abi. Ik heb je al. Ja, makkelijk. Bloeien. Met dat stukje kan je niet aan. Met dit puntje kan je niet aan. Zet dat snel binnen. Ja, weet ik al wat het is. Nee, snel binnen. Die niet. Fiets. Ja, ja, wat vloest de wang om je, man? Ja, want in de pakje is het een beetje kort. Ja, dat vind ik ook wel bij Kevin. Het is goed, dit eigenlijk maar niet meer werkt. Ja, hij lijkt me zo leuk. Nee, hij is allemaal geleend. Oh. Even waken, jongens. Deze komt niet uit. Hey, doe hij het over de rol, man. Hij staat een beetje brand, dus je zou hem even afspoelen. Ik denk het niet te schuimen, want het is toch niet.
Zet het gas aan, Krikken, waar het hij zit. Ja, wat wil ik hier? Aansteken, zo. Zet dat ding in. Hey, kijk eens, wie heeft die uitgesloten? Oh, Lars Jespers. Ja, ik niet dus, hè? Weg. Ja, dat is een beetje. Jee. Dan stek ik op de baan toch? Oh ja, dat ben ik wel gewend. Ja. Ja joh. Ja, ik heb van het weekend ook gefilmd. Dus. Het is wel een draap zo hoor. Wow. Vind je niet? Vandaar die kleur bier. Ja, daar hoor ik ook heel erg bij jullie. Wij zijn wel het leven. Nooit wel eens goed, die man. Wie krijg je niet? Jij hebt bij wie met thermometer? Kop wel de kraan, man.